Utrecht, jongens. We zijn nu aangekomen na ongeveer 50 minuten gereden te hebben. In de verte horen we al vuurwerk, dus we lopen erheen. Ze zijn lekker bezig. Yes, niemand die weet nog dat wij hier zijn. Maar nog we parkeren niet. Altijd de auto iets verder weg. En ik moet je zeggen, jullie zullen het niet leuk vinden, maar dit is de laatste aflevering, jongens. Vanaf volgende week. Kijk, we zijn te plaatsen, er is helemaal niemand. Nee, hier, moet je kijken, dit is Tomme. Ons stoken in locatie. Ja. Best wel een mooie locatie, hè? De laatste stoken in, mensen zijn zo teleurgesteld. Dat gelijk niemand komt. Zoals iedere week geven we weer aanstekers weg. We hebben deze, daar gaan we even mee afsteken. Dat is de zwarte. Oh nee, dat is de Faal. Is de rainbow. Moet je zien. Iedereen kent hem natuurlijk. Welke we weg gaan geven is deze. Gloednieuw. De zwarte. Moet je kijken, die ga ik niet openen voor jullie. Steken we even een eentje mee aan. Hoppa. Wat doet hij even? Stookmeeting is begonnen. In ieder geval, jullie kunnen hem ook bestellen. Ik zou zeggen, wees er snel bij, want nu gaan we natuurlijk richting het einde van het jaar. Laatste voorraad. Worden al die aanstekers uitverkocht. Hier staat de kortingscode voor de hele snelle bestellers. Dan heb je echt geluk. En hier een vaste kortingscode. Kunnen jullie bestellen voor korting. Linkje staat in de bio, myplasma.nl. We gaan nu naar locatie. Let's go. Achterin die stukjes waar je illegaal vuurwerk af. Oh, lekker. Dat is niet goed, man. Dat is goed in plaats. Wat hebben we? Laten we maar even gaan stoken, jongens. Deze van jou, daar durf ik niet aan te komen. Had jij dit weggekleden? Hè? Dat is de enige. Goed idee, hè? Oh ja, dat kan ik niet even. Hey. Wow. Dit is plasma stick. Oh, wow. Nu ja. Kijk, daar komt er ook. Zoom even in. Kijk daar. Daar. Hey, kijk, de politie is eerder bij Aartos dan bij ons. Ja. Dat is groot. Dat is lekker. Hey, we kunnen een hele lange, een heel stuk van deze hierbij doen. Aan de zijkant, ja? Natuurlijk. Hey Mies! Dat gaat heel erg gek. Heb je het meegenomen? Ja Mies. Nou, je bek. We moeten gewoon straks lopen naar huis, gek. Ja, is goed. Hier, doe dat daar nog bij. Pak je het gooi je terug op. Hier. Waar zeg maar de buurt bijstaat, is overlast kijken. En dat is zowel voor de buurt als voor de... Ja, ik doe nou rustig. Klap er zo op, hè. Voor de bijvallen? Ja, dan moeten we het zomaar even terugkijken op film. Maar ik besluit bij deze dat het niet meevalt. Oké. En nogmaals, ik had het idee... Valt niet mee, jongens. Ik vind dat we daar dat niet kunnen. Maar wat daar ziet... Doet de mouset! Als je hier moet staan in de zomer met een mooi tentje, dan is het hetzelfde geluid. Dan gaan we een straatje
zit erop. Nou ja, goed, weet je, ik zou nog niet naar anderen kijken. Ik zou gewoon zeggen, laat het gewoon lekker doorstukken. Ja, echt hoor. En dan gaan we naar daarom. Dat was ook een kapje gekregen, maar dat was zo. Ik dat jij hier met muziek loopt. Ik heb je doos mee. Dus, ik geef zoals in iedere aflevering een aansteker weg. Hij is de gelukkige. Kijk eens. Bij plasma, je kan hem openen als je wil. Jij kan hem met oud en nieuw gebruiken. Ja, dankjewel. Wil je hem eruit halen? Of wil je hem zo bewaren? Ja, ik laat hem zo. Niet verkopen, hè? Nee, tuurlijk niet. Hij is zo de ogen ja. Nou! Dankjewel. Alsjeblieft, man. Geen probleem. Abonneer allemaal even op Pyro Team Delft. Ja, toch? Adem me niet. Bommen zijn er! Jij mag niet ademen, klootzak. Tot laatst krijgen we nog een melding van, hè, van er wordt een bommetje gemaakt, wordt wat gegooid naar dieren, naar mensen. Ja, dat gaan we dieren. Kijk, okay, nou, dat wordt echt mooi verzonnen. Hey. Dus dan wil ik jullie toch vragen dat je houdt van die zo'n bommetje maakt, en dan gaan we hier behouden. Hey, dat jij eens even de achterkant van je shirt zien, jongen. Kijk. Hoppa! Ik weet niet wat hier gebeurt, joh, maar het loopt niet. Nou ja, volgens jou weet het wel. Hey, je hebt mis nog kat 1. Dat weet ik toch. Er zijn toch nog mensen die dus ook illegaal meenemen. Dat is dus heel jammer. Waardoor we dus nu met z'n allen weg moeten. Er zijn in totaal drie politieauto's gekomen uiteindelijk. Het is echt jammer dat er dus mensen meer meenemen dan mag. Want je ziet het, het wordt gewoon afgeblazen. Dat is echt jammer. Dus ja, er ligt nog heel veel troep zoals je kan zien. Dat willen we even opruimen. Daar wordt er iemand toegestoken, denk maar. Hij mag opruimen. Hey, er zijn paarden daar, hè? Gewoon even naar de parkeerplaats gereden met de mensen die er nog van zijn overgebleven. We hebben nog wat leuke kat 1 vuurwerk over. Dus we gaan hier even verder met stoken. Maar jammer dat mensen in Utrecht echt gezeik hadden met dat er toch nog mensen zijn die Thunderkings afsteken en dat soort dingen. Toch zonde, hè? Ja, serverpesters. Hoppa. Hartstikke idee. Wacht, waar is Jordi? Lies is even lekker aan het inlaaien. Respect voor terugkomen in het midden van de like. Want mijn portemonnee is alweer leeg, man. 50 cent, man. Ik heb even vuurwerk meegenomen. 50 cent, mijn portemonnee is weer leeg. Alweer. 50 cent. 50 cent mag je grabbelen. Kijk mensen, dit is vast een grabbelbak. Hij is al, hij is al. Ja, nu. Hartstikke idee. Kom. Wegwezen. Langs de weg, gek!
Hey, die rook gaan, man. Hé, hey, dit kon je niet maken, man, Aard. Dat kon je echt, kijk, ken die rook, gek. Stoken, stoken maar. Hier, moet je nog een lastmaatje? Weet je, nee, dat is een vloer in het moment. Lekker! Hé, hey, joh! Hé, hey, rook! Ja, volgend jaar deed ik het ook. Ja. We hebben dit jaar weer een verrassing voor Mies. Dus kijk alsjeblieft. Wow, yo! Tering! Ziek, man! Ja, ja. Dit is ziek, man. Echt, ik zweer, we gaan zo dronken worden in de auto. Jongen, dat is niet normaal. Dat is tering. Fireboy Sventen. Fireboy Sventen, jongens. Dus, ja, check hem. We gaan deze zo in de auto even drinken, man. Uh-oh. Goeie. Ah. Ja, dat was het alweer. Ja, dat was een pakketje. Heel een pakketje, hè? We zijn weer op de terugweg, jongens. Wat een spektakel hadden we weer in Utrecht meegemaakt. We kwamen daar eigenlijk te laat aan en er waren dus ook mensen met Thunderkings en nitraten en zo. Wel warm ontvangst. Ja, wat wel klote is. En ja, de politie kwam en die zeiden in eerste instantie dat we door mochten gaan. En toen waren er nog steeds een paar grappenmakers die nog steeds Thunderkings en zo gingen stoken. En toen hebben ze gezegd van het is over. En toen zijn we uiteindelijk, wat jullie hebben kunnen zien, gewoon met politie, met op paard en zo zijn we weggeduwd eigenlijk. Op paard. En ja, dat was toch? Politie op paard? Nee, ik dacht dat jij bedoelde van op het paard zijn we weggestuurd. Nee, we zaten met z'n allen op een paard zo. Nee, in ieder geval, dit was de laatste aflevering voorlopig van Stoken In. Misschien komen we nog met een meeting, alleen nu begint het, jongens. Want over 2,5 week gaan we het vuurwerk ophalen, 3,5 week. En er komt nog genoeg leuke dingen aan. We blijven dagelijkse video's maken. Alleen is het nu gewoon weer tijd voor echte stookvideo's. Die gaan jullie allemaal zien binnenkort. En daar heb ik super veel zin in, man. Dagen komen eraan. Ja, man. Stay tuned. Ik hoop in ieder geval dat jullie dit een zieke video vonden. En SO naar alle steden waar we zijn geweest. Ik zou best willen weten wie jullie de beste stad vonden om naar te kijken. Laat het allemaal weten in de comments. En dan kunnen we afspreken dat de stad met de meeste likes die wint dan op een gegeven moment. Ik zie jullie weer bij de volgende video. Later!